De nieuwe multifunctionele accommodatie in Maasbree gaat het Hoes van Bree heten. Deze naam kreeg de meeste stemmen tijdens een stemming waarbij er gekozen kon worden uit het Dorphoes, het Hert en het Hoes van Bree. Drie inwoners uit Maasbree, Deel Verhagen, Harry Wijs en Piet Wijnen, zonden de naam in. Tijdens een rondgang door het centrum van Maasbree enkele weken geleden bleek al dat deze naam favoriet was onder de inwoners. Ja, einde spreekt me wel aan, het Dorphoes. De eerste? Het Dorphoes. Ik zou de bovenste kiezen, het Dorphoes. Ja, prima namen zie ik zo. Ik zou gaan voor het Dorphoes. De kartrekkersgroep van het MFA in Maasbree kreeg 116 inzendingen voor een mogelijke nieuwe naam van het gemeenschapshuis. Een commissie koos hier drie namen uit. Carla Hermans uit Maasbree startte een petitie om een blanco stem toe te voegen, omdat ze de drie namen niet creatief en origineel vond. Ik verwacht ook dat er tussen de 100 inzendingen wel wat creatievers en wat leukers zat. Met de petitie haalde Carla 194 handtekeningen op. Het stichtingsbestuur van het MFA hield vast aan de uitgezette procedure, met het Hoes van Bree dus als winnaar.